en ik ga vandaag laten zien hoe je hele leuke pompoenen van papier kan maken. Ik heb al wat voorbereidend werk gedaan. Ik heb 12 stripjes papier gesneden met de maat van 15 centimeter bij 2,5. Of als je graag met inches werkt is het 6 inch bij 1 inch. En ik heb van groen papier wat blaadjes gesneden, gewoon uit de losse hand. En ik heb een stripje papier nodig. En nog 2 splitpennetjes. En ik heb al het papier allemaal beïnkt met distress inkt walnutsteen. Zodat het wat meer diepte gaat krijgen. Nou, het is heel simpel. Je neemt de stripjes papier. Die leg je allemaal op elkaar. Nou is dit dubbelzijdig papier. De ene kant heeft paddenstoelen en de andere kant is oranje. Maar ik denk, nou, voor een pompoen is dat oranje wel wat mooier. Voor degene die het graag willen weten, dit is papier van Cosmo Cricket. Van de serie, stripje nog, Earth Love, Ruse, Reus, Reuze. In ieder geval, het is van Cosmo Cricket. Oké, wat doen we dan? We hebben al die stripjes op elkaar gelegd. Een beetje bij elkaar gehouden. En dan gaan we een gaatje maken. Dan gebruik ik een kroppendaal. Ik wil een beetje mooi in het midden. Mocht je nou geen kroppendaal hebben, dan kun je natuurlijk ook altijd nog gewoon een perforator gebruiken. Of een prikpen. Maar goed, ik ben in bezit van een kroppendaal. Dus dan is het wel even net zo makkelijk. Andere kant ook. Zo, even de confetti aan de kant. Dan steken we aan één kant de splitpen. En die doen we dicht. En dan draai ik ze allemaal open. Dan maak ik een soort van waaier. Zodat ik goed kan zien wat ik aan het doen ben. Dan nemen we onze tweede splitpen. Dan draai ik het geheel even om. Dan begin ik met de eerste en dan doe ik de splitpen van achter naar voren. Want dit wordt toch de onderkant, dus dat zie je dan niet. En dan ga je alle stripjes op die splitpen zetten. Nou, heb ik het ook als een waaiertje gedaan, want dan kan ik precies zien of ik ze allemaal gehad heb. Dat er niet stiekem eentje blijft zitten. Nou, naarmate je bij het einde komt, wordt het wat lastiger. Omdat je dan voor je vingers wat minder ruimte hebt. Maar dat komt helemaal goed. Nog 2. En de laatste. En dan is het gewoon een kwestie van de splitpen weer dichtduwen. Pootjes ombuigen en het bolletje een beetje in vorm buigen. En dan is de vorm van de pompoen al helemaal klaar. Dan moeten we hem natuurlijk nog even afmaken, want de pompoen heeft blaadjes bovenop. Dus ik heb de blaadjes bij de hand. En het stripje gebruik ik om de blaadjes wat leuker te maken. Ja, een pompoen, als je die gaat bekijken, heeft die altijd een soort krultakje bovenop. En dat gaan we maken. En dat maak je door gewoon een stripje papier te nemen, gewoon een dun stripje. En dat gewoon om een potlood of iets duns glads te wikkelen. Zo, dat draai je er dan omheen. Kijk, en als je dat dan losmaakt, dan krijg je een soort van... Ja, wat is het? Krul. Een soort varkenskrulletje. Nou, die heb ik al voorbereid. Die heb ik even op maat geknipt. Dat is deze. Deze heel even aan de kant. En die plakken we met wat tape... Achter het blaadje. Zo, dat het... Zo staat het wel netjes. En dan neem ik een klein beetje dubbelzijdig tape. Want de blaadjes gaan op elkaar, maar het is wel leuk om een beetje effect te krijgen. Ik gebruik gewoon lekker dik 3D tape. Zo, die overlappen elkaar dan een beetje. En dan is het gewoon een kwestie van hem op het pompoenetje plakken. Even wat meer tape. En je pompoen is helemaal klaar. Nou kun je natuurlijk verschillende varianten maken. Ik heb van hetzelfde papier ook nog deze gemaakt.
En die is met het papier om en om gedaan. Dus dan kun je, aan de ene kant zaten die paddenstoelen zoals ik liet zien. Dus elke keer een ander kleurtje. Hier heb ik de randen beïnkt met oranje distress inkt. Als je het met kinderen gaat doen, want dat is natuurlijk ook heel erg leuk, kun je natuurlijk ook gewoon een egale kleur kartstok nemen. Hier heb ik de randen helemaal niet beïnkt, maar gewoon oranje, wel wat dikke kartstok gebruikt. Niet al te dun tekenpapier. En zo kun je dus met je kinderen hele leuke pompoenen maken. En als de herfst nou klaar is en de kerst gaat komen, dan kun je ook altijd nog kerstballen maken. Deze die heb ik gemaakt met Basic Grey kerstpapier. En bovenop een zelfgemaakte bread met de Papermania breadmaker. En zo kun je dus ook nog je kerstballen maken. Dus je kan eigenlijk alle kanten op hele leuke pompoenen maken voor de komende herfst. Nou, het is al herfst. En als je er zo'n paar maakt, dat staat hartstikke leuk in de vensterbank of op een leuk kastje. Ik wens jullie heel veel succes en tot de volgende keer. Dag!